geëindigd. Dus die kunnen ook een medaille opkomen halen. Dus de F8 van RKTVC kan zijn medaille opkomen halen. Dan gaan we weer verder met de vijfde plaats, Sleewijk F3. Dus op de vijfde plaats geëindigd in deze pool. Met de vierde plaats is voor Arkel F2. Dus. Arkel, even wachten. We zijn er even met Sleewijk. Arkel F2 is aan de beurt, dus Sleewijk kan weer terug naar zijn plek. Eventueel voor de 11e foto van de auto's. Zoek het nog. Ja, Arkel is vierde geworden. Zijn we toe aan de bekers, dus dat is dan weer iets leuks. GJS F3, derde plaats. Even lachen voor op de foto. Oké. Gaan we verder met de tweede plaats. De tweede plaats is geëindigd Aspern F2. En dan zijn we nu aangekomen bij de eerste plaats. En wederom is die voor Bergambacht. Jongens, gefeliciteerd. Alle prijzen gaan naar de andere kant van de rivier. Goeie kant, hè? Hier in de hoek. Kijk, eerst de plaats. Heel foto!
Oké, jongens, bedankt. Voor de foto's moet u nog even verzamelen bij de leiders, ouders. Zoek een leuk plaatsje op. En misschien tot volgend jaar. Iedereen bedankt, alle vrijwilligers, scheidsrechters, toernooicommissie. En hopelijk tot volgend jaar. Nou, wel een gouden medaille. Jongens, goed jongens.